Ja, het is 3 kwartier voor zonsopkomst. Ik loop hier in de bossen rondom Ede op weg naar de hut waar ik de hertenbrons ga bekijken. Nou, overal om me heen hoor ik al burrelende herten. Het is een hele mooie nacht geweest, beetje regen, maar ook wel weer open. Ja, dus ik moet een beetje tempo maken om goed te gaan zitten, zodat de herten mij niet zien en horen, want ik wil ze absoluut niet verstoren. Ik zit hier echt wel op de goede plek vandaag, want er staan 6 grote geweidragers op het veld. Overal om me heen wordt geroepen, die burrel van die edelherten, dat waanzinnige oergeluid, ja, dat belooft gewoon 1 groot spektakel te worden. Dat kan niet anders. Ja, 2 hindes midden op het veld. Ja, daar gaat geknokt om worden. Er zijn er wel wat weinig. Ja, die mannenherten die zitten vol hormonen, maar die willen straks maar 1 ding en dat is paren met de vrouwtjes. Zorgen voor het nageslacht. Ja, en op dit moment liggen er 2 hindes op het veld, maar lopen er 6 grote jongens parmantig rond te stappen. Ja, die gaan elkaar uitdagen om te kijken wie er uiteindelijk overblijft. En het kan niet anders dat dat deze morgen gaat gebeuren, want het is hoogbronst. En overal hoor ik die geluiden door het bos galmen. Echt een waanzinnig moment. En ik kan dat allemaal hier prima vanuit de hut volgen, zonder dat zij mij doorhebben. Ja, er gaat een groepje naar links. Ja, die worden opgejaagd door een groot mannetje. Ja, die zijn niet groot genoeg, want die gaan er vandoor. En daar rechts, daar komt een mannetje heel rustig omhoog gelopen. Op het kale zand. Oh, wat een stoer beest echt. Heel duidelijk te zien die grote bronsmanen onderaan zijn nek. Groot gewei. Ja, die is er klaar voor. Ja, heel rustig loopt hij naar links naar dat groepje hindes waar een hert bij staat.